meld op welk moment, thuis, op het werk of op straat, er sprake was van liefde. Meldpunt Liefde. Wat is jouw melding? Mijn melding is de ontmoeting tussen mij en mijn vriendin. Ik heb mijn vriendin Mandy zo'n 8 maanden geleden leren kennen op de Uitmarkt in Amsterdam. Ik stond daar als verkoper van een platenzaak, van Mediamarkt, van Veen. En ineens kwamen er 2 dames aan mijn kraampje staan en een andere, iets oudere vrouw. Een van de 2 van de moeder. En die wilde een boek van Elvis kopen. Ja, Elvis, Beatles, ABBA, goede muziek natuurlijk, daar ben ik enorm fan van. En van het een kwam het ander. Zij gaf me ineens haar 06. Ze begon altijd een beetje, die moeder begon al een beetje te pushen van geef je 06 nou en doe nou. En toen zei die moeder van ja, wel appen dan hè. Dus ik dacht van nou ja, dan geef ik mijn 06 maar. Dus ik mijn 06 geven. Ik zeg als jij niet appt, app ik wel en andersom. Dus dat gaf meteen een mooi gevoel. En nou fijn, ik was klaar met mijn werk op zaterdag. En zaterdag 25 augustus uit mijn hoofd. Ik was klaar, ik ging naar huis en ik kwam met zo'n lach op mijn gezicht thuis. Dus mijn ouders dachten al van, oké, jij hebt niet normaal gewerkt. Inderdaad, ik had al een beetje met haar geappt en we mochten elkaar al. En het was eigenlijk al direct liefde. En we zijn allebei 20, allebei al in de bloei van ons leven. En we dachten van, ja, dit is gewoon goed, het voelt goed. Alleen ja, één nadeel, ik... ging die week daarna naar Zweden op vakantie een week. En ik ging vrijdag 31 augustus op vakantie. En ik heb haar dus 25 augustus ontmoet. Dus ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk afspreken. Ik woon in Haarlem, zij woont in Den Haag. Dus het was niet naast de deur. Enfin, wij hebben op woensdag de 29e hebben we afgesproken. En ik ben naar daartoe gegaan. Heb ik haar moeder ontmoet. En dat was fantastisch. Ik had meteen het gevoel dat ik thuis was. En met de moeder kan ik geweldig opschieten. Dat is echt een schat van een vrouw. En haar vader was aan het werk of ik weet niet waar die was. En zij brengt mij terug naar de tram. Ik moest met de tram en dan met de trein. En ik heb er toen verkering gevraagd. En ze heb godverdank ja gezegd. Die dag erna, die avond en die nacht erna eigenlijk moet ik zeggen. Gingen we naar Zweden. Een hele week. En ik mag wel zeggen dat dat een hele zware week was. Je moet je voorstellen dat je net verliefd bent. Je hebt net verkering. Een paar dagen. Je wilt naar haar toe. En dat kon niet, want je bent in Zweden. En ja, en toen was er ook nog eens gehoord een geluid in de nacht bij haar thuis. Ik zat in Zweden. Ik kon niks doen. Ik werd nerveus. Je kan niks doen, want ja, je vriendin zit daar en jij zit in Zweden. Wat was het dan thuis bij haar? Ja, dat was thuis bij haar. Ze hoorden een geluidje en ze dacht van, wat is dat nou? Ze dacht een inbreker. Dat kan. Maar uiteindelijk was het gewoon een raam wat dicht viel boven. Ja. Maar jij maakte je meteen zorgen? Natuurlijk. Ja. Je staat machteloos. Je weet niet, je kan niks doen. Nee. Ben ik hier, dan stap ik op de trein. Nou ja, ik woon vlakbij het station, dus ik kan er naartoe. Maar dat kon toen niet. En... we gingen vrijdag terugrijden en ik heb met haar gebeld, geappt, alles. En die avond ben ik meteen naar haar toe gegaan. Ik heb geen eens mijn spullen uitgepakt, ik heb mijn tas neergegooid. Ik heb wat spullen gepakt wat ik nodig had. En ik ben naar haar toe gegaan. Nou ja, zoals echte liefde is, je gaat de tijd vergeten. De treinen reden niet meer, de trams reden niet meer. Ik zat opgesloten in Den Haag. En... ja, ik nog gevraagd, hebben jullie een oude fiets van mij? Ik nog in ieder geval naar het station kan fietsen. Hadden ze niet. De treinen reden ook al niet meer. Ik ging het niet halen. En ja, toen mocht ik op de bank slapen. Ik vond ik zelf ook prettig. De eerste keer dat je daar eigenlijk bent, dat ik haar vader heb ontmoet. Ook een topgozer. Alleen voor de verkeerde voetbalclub. Maar ja, dat kan. Welke had hij dan? Feyenoord. Oh. Maar ik ben natuurlijk van Ajax. Maar ja, dat, ja. Nou, ze begint het te leren. Maar ja, dat... maakt niet uit, ik vind het een topclub, ik heb er geen hekel aan. Het is Ajax en Feyenoord, Feyenoord en Ajax, niks mis mee. Ik kijk Ajax en Feyenoord, we kijken het met elkaar en geen strijd. Het is gewoon prachtig. Maar in ieder geval, ik was daar dus, ik mocht op de bank slapen. En we hadden die zaterdag had ik eigenlijk een signeersessie van Ilse de Lange. Die had een nieuw album gemaakt en dat wilde ik in Amsterdam bij Concerto bijwonen. Dat ging dus niet, want ik was in Den Haag.
Nou was er nog een signeersessie in Alfa aan de Rijn. Daar zou Mandy naartoe gaan met een aantal vriendinnen. En daar ben ik toen naar mee gegaan. En dat was geweldig. Ik heb de LP heb ik laten signeren. En dat was ja, zo mooi. En het mooiste was bij die signeersessie dat, ja, als ik er nog aan denk, het pakt me nog steeds wel een beetje. Heb ze My Sun and My Shadow samen met Ilse de Lange voor mij gezongen. Ach. Fantastisch. Ik had het niet verwacht. En ze begon eens, ze kan heel mooi zingen. Ze kan echt fantastisch zingen. Ze heeft echt een stem. Ja, ik wou dat ik zo'n stem had. Niet zo hoog alleen, dat zou een beetje raar zijn. Maar wel zo'n mooie stem. En dat, ja, dat was zo ontzettend mooi. En vanaf dat moment wist ik, dit is ware liefde. Dit is echt. En ik heb net toch met haar gebeld. Iedere keer als wij elkaar zien of ontmoeten. Ik ga morgenavond weer naar daartoe. Ik heb zo'n concert. Ik haal haar daar op en dan ga ik met haar mee. En dan blijf ik tot maandagavond bij haar. We vieren Pasen samen. We gaan naar het strand. En dat is zo ontzettend mooi. En iedere keer als we weer bij elkaar zijn, zeggen we tegen elkaar, ik hou weer nog even wat meer van je dan normaal. Het is, en ik hou zoveel van haar. En ja, dus men, als je nu kijkt, I love you. Ja. En je hoeft niet meer op de bank te slapen. Nee, dat hoeft niet meer. Nee. Ze heeft een heerlijk tweepersoonsbed. Hier is het iets lastiger. Ik ben bezig met de verbouwing. De dvd-kast die gaat weg en dan kan de deur normaal open. Dan komt er een tweepersoonsbed in mijn andere kamer te staan. Dus dan kunnen we gewoon ja, in één bed slapen. Hier is het, ja, eenpersoonsbed is een beetje lastig. Ook met het Ajax-steken erop vindt ze een beetje lastig. Maar ja. Dus normaal zetten we een bedje, luchtbed naast en dan ja, slapen we meestal even samen en dan gaan we elkaar gedag zeggen en dan ga ik mijn eigen bed in. En weet je nog de eerste WhatsApp die je stuurde? Poeh. Ik denk gewoon standaard, hoi, hoe gaat het? Zij was verdwaald in Amsterdam die avond, kan ik me nog nu even herinneren. Ze was verdwaald, ze was met een vriendin Rowena. Ze was verdwaald en ze appte mij nog van, ja, het wordt een latertje. Ze was inderdaad heel laat thuis, maar ja, ik bleef toch op, want ik wilde toch weten of ze, hoe ze thuis was en ja. Dat zal standaard hoi of hoe gaat het geweest zijn. Ja. Ik weet nog wel het laatste WhatsAppje, dat was I love you. Oh ja. En ook wel mooi ouderwets dat je verkering vraagt. Ja, want natuurlijk. Hoe ging dat dan? Zij zette me af op de tram en ik ging niet door mijn knieën. Dat doe je alleen als je iemand ten huwelijk vraagt natuurlijk. Maar ik pakte de handen en ik zei ja, wil je verkering met me? En ze zei meteen ja. Echt met weer zo'n big smile op haar gezicht. Zij heeft zo'n mooie lach. Ik zeg altijd tegen haar, als jij lacht, lacht eigenlijk de hele wereld en dan schijnt de zon gewoon. Dat, ja. En als iedereen was zoals zij, was het wereldvrede. Want ze heeft totaal geen haat in haar. Totaal geen haat. Nee. Dat is zo fijn. Dat is ook goed voor mij, want ik kan af en toe best wel negatief zijn. Ik ben nu positief en meestal wel positief, maar af en toe dan heb ik even mijn dag niet. Zoals we allemaal wel eens hebben. En dan, gaat het even wat minder en dan denk ik aan haar en dan is alles weer positief en zij maakt me zo gelukkig. Ja. En andersom, hoop ik. Ja. Als het goed is wel. Nou, bedankt. Een prachtige uiting en een prachtige bijdrage voor Meldpunt Liefde. Bedankt. Graag gedaan.